Dit soort plastic paaltjes zijn misschien wel het meest karakteristieke spoor uit de Koude Oorlog dat te vinden is op vliegveld Valkenburg. Het lijken paaltjes, maar het zijn eigenlijk kokers. Het zijn transportkokers voor zogenaamde sonarboeien. In die kokers zaten de boeien die door de vliegtuigen van Valkenburg werden uitgeworpen boven de Atlantische Oceaan om de geluiden van Russische onderzeeërs op te vangen. En ik wil graag meer weten over die onderzeebootbestrijding. En de beste plek om daarachter te komen is gebouw Sirius. Dat je zou kunnen zien als het zenuwcentrum van vliegkamp Valkenburg tijdens de Koude Oorlog. Daar werden de bemanningen gebriefd zodat ze aan boord gingen op weg naar hun missie. En daar kwamen ze ook terug met de afgeluisterde onderzeebootgeluiden. Ja, waarom wij er waren met de Orions. Het was echt een onderzeebootbestrijdingsplatform. En dat zeker in de tijd van de Koude Oorlog gegold had. Waarbij we echt de Russische onderzeeboten nauwlettend in de gaten hielden. Dat deden we met die SOSUS, dat is een sonarboeiensysteem onder water, wat dan geluiden van de onderzeeboot opvangt. En op het moment dat dat gehoord werd, dan werden vliegtuigen van allerlei nationaliteiten werden ingezet om die onderzeeboot op te sporen, maar ook vast te houden en te volgen. Het enige wat wij dus deden was gewoon iedereen in de gaten houden. Onder andere door precies te kijken waar de dreiging vandaan kwam en waar de onderzeeërs die wij dus hier moesten opzoeken, waar die vandaan kwamen. En daarvoor zaten wij dus ook op IJsland onder andere met een vaste ploeg, met een vliegtuig. Russische onderzeeërs kwamen altijd langs IJsland. En dan werden ze meteen opgepikt door de NAVO-landen. Zo werd dan die onderzeeërs in de gaten gehouden. Ja, hoe dat in zijn werk gaat, zo'n onderzeeboot opsporen. Dat gaat met behulp van sonarboeien. Wij blijven zoveel mogelijk ongedetecteerd hoog vliegen. Tenminste, we hopen dat we ongedetecteerd blijven. Want hoe lager we gaan, hoe meer zij ook kunnen horen. En dan weten ze dat ze gevolgd worden. Wij gooien vanaf hoogte sonarboeien af. En die sonarboeien, dat zijn eigenlijk drijvende microfoontjes. De microfoon die zakt dieper in het water. En die vangt de geluiden op van de onderzeeboot. Aan het wateroppervlak zit een klein zendertje. En die signalen die de microfoon opvangt, die worden weer gestuurd naar het vliegtuig. En doordat wij weten waar we de sonarboeien hebben gegooid, kunnen we precies bepalen waar de onderzeeboot zit ten opzichte van de sonarboeien die we hebben gegooid, zeg maar. En zo volg je eigenlijk een onderzeeboot. Dus gaat hij verder onder water, dan gooien we daar weer sonarboeien voor. En de onderzeeboot zal alles doen om niet gehoord te worden op die sonarboeien. Dus die maakt gebruik van vissersboten bijvoorbeeld die daar varen. En dan gaan ze daaronder zitten en dan gaan ze van koers veranderen. Nou ja, dat soort kat-en-muisspelletjes werden uitgevoerd. Naar welke ruimte lopen we nu? We lopen nu naar de briefingruimte, Ruud. Voordat jullie aan boord gingen? Ja, dit is de ruimte waar de vliegtuigbemanningen plaatsnamen. En dan kreeg ze de briefing zoals zijn meteo, inlichtingen. En kon je hier zomaar naar binnen? Nee, dan had je hier, dit vlak. Moest je altijd een pasje voor houden. En dan kon je de hendel ontlokken. Er zit geen hendel meer uit. De hendel is er niet, maar we ontlokken hem wel. Ja. Grote zware deur. Heel zwaar. En dan komen we in de briefingruimte. Hoe was die ingericht? Nou, dat waren vooral stoeltjes. Veel stoeltjes. Zeg maar drie rijen dik. Ja. Met klaptafeltjes, zodat je aantekening kon maken. Hier projecteerden ze informatie op een scherm. Daar werd het missiegebied op geprojecteerd. Dus kaarten. Informatie, ja, kaarten, maar ook weerinformatie, ja. Inlichtingen, ja, plaatjes, beelden, foto's ja. Bijvoorbeeld. Ja. Van zo ziet zo'n onderzeeboot eruit. Ja. Niet dat we hem zouden zien, maar... Ja, toch dat je weet op wie je jaagt, ja, zeg maar. Precies. Hey, nou zie ik daar een trapje naar een ruimte hierachter. Kwamen jullie daar ook wel? Kunnen we... Ja, dat was eigenlijk het trapje. En dat leidde naar de werkruimte van de Mission Support mensen. Oké, zullen we daar gaan kijken? Ja, is goed. Ja, ga jij je gang. Jij weet de weg. Haak je voor. Ja. Pas op de spullen. Ja, het is... Je moet er even doorheen kijken, Ja, je moet er doorheen kijken. Ja. Weten de onderzeeboten dat wij er zijn, ja. Wij zijn ervan uitgegaan dat ze dat weten en ze kunnen het horen door de motoren. Zeker als we laag vliegen, dan kunnen ze dat horen. Maar ook die slag op het water van die sonarboeien kunnen zij waarnemen met hun apparatuur. Dus eigenlijk gingen we er altijd van uit van ja, zij weten op een zeker moment dat we er zijn. En dan gaan ze weer op hun tactieken blind varen van onder de
lagen die in het water bestaan zitten, zodat we ze niet meer kunnen horen met onze zonneboeien. Of onder oppervlaktecontacten gaan varen, zodat hun eigen geluid gemaskeerd wordt. Nou ja, dat soort tactieken. Oh, en dit was de Mission Support ruimte, waar echt alle telefoontjes binnenkwamen, al het werk werd gedaan, ja. Briefings voorbereid. Dagen, dat zijn de dagen. Hier zaten jullie opdrachten in? Bij wijze van, ja. Ja, oké. Okay. Questor, hot, cold. Oeh, Questor. Ja, Questor, dat zijn echt de vluchten. Stiekeme vluchten, zeg maar. Echt waar? Russische onderzeeboten, ja. Dat is de codenaam voor de... Dat was een codenaam. Hier. En dat was hot, cold... Tote Array, dat is de slang achter een oppervlakteschip, zo'n marineschip, ja. Met allemaal microfoontjes daarin. En die zijn heel stil en die vangen dus ook door om de zeebozen. Aswex, ja. ASW exercise. Dus anti-submarine warfare exercise is dat. Dit is gaaf, toch? Ja. Oké, wat hebben we nog meer? Het is net een snoepwinkel, hè? Ja. We hebben in het vliegtuig twee akoestische sensoroperators. En die hebben apparatuur om een aantal boeien, ik geloof max 8, konden ze bekijken. En daar vangen ze geluid op van het systeem, systemen eigenlijk, van de onderzeeboot die daar vaart. Dus dat kunnen roeren zijn, dat kunnen propellers zijn, andere geluiden. Ik bedoel, ze hoeven aan boord iets hards te laten vallen en je zou het kunnen horen. Zegt dit jou wat? De verstrekken hoeveelheid tapes, de hoeveelheid van detacheringen waarbij operationeel gevlogen gaat worden, zal de detachering worden bezien. En over wat voor tapes gaat dit dan? Dit zijn die tapes waarbij ik zei, daar wordt het akoestische van de sensoroperator 1 en 2, eigenlijk alles wat tijdens de missie gebeurt, wordt opgenomen, zodat ze kunnen intel kunnen verzamelen en kunnen naspelen hoe de vlucht is geweest. En dit is ook wel interessant, denk ik, toch? Ik zie een classificatie van de tapes. Ja, Electronic Support Messages, PDIT, weet ik niet meer waar dat voor is. Dat is secret, dat lijkt me de geheim. Ja, en dan heb je confidentieel en weer... En dit is de scratch tape met data. Dat is als we terugkomen, moeten we die tapes ook weer inleveren in koffers. Yeah. Dat noemen ze de scratch tape. Nou, dit is niet zomaar een ruimte, toch? Nee. Nee, ik denk echt dat hier de banden werden bewaard. Zowel lege als gevulde. Ja. Alles werd opgenomen op tapes. Dan ging het hier naar boven, naar het geruisanalysecentrum. En daar gingen ze nog verder analyseren. Dus zelfs als we ons werk niet helemaal goed zouden hebben gedaan, zouden ze hier in detail kunnen zien van het was wel degelijk een onderzeeboot. En leerden we er allemaal van. En bovendien was het informatie die gedeeld kon worden met de andere landen. Dus je hebt ook een inlichting, een onderhandelingspositie. Dus jij geeft wat en je krijgt wat terug. Ja, en zo zaten we eigenlijk in de wedstrijd. Oh. Oh, hij werkt nu. Ja, hij doet het gewoon nog. Ja. Oh, maar, want er zat hier iets in, dat is nu weg. Ja, die is nu weg. Misschien komt hij weer terug. Hoe gaat hij nou uit? Want dat gaat dus, wat hierin zat, ja, die komt dat gaat of naar de radiokamer of naar het verbindingscentrum. Ja, dus zo moeten we zo... vinden hem dadelijk weer, denk ik. Ja. Waarom ik op Valkenburg wilde werken... Dat heeft te maken met het openstellen van operationele functies voor vrouwen. En in de tijd dat het opengesteld werd, zat ik in Engeland bij de NAVO in Northwood. En daar zaten toevalligerwijs heel veel Nederlandse vliegers op een NAVO-functie. Die zeiden, je moet gaan vliegen, want het staat open voor vrouwen. En dat ben ik, toen ik terugkwam in Nederland, ben ik gaan navolgen. En om allemaal door te kunnen komen, heb ik... mezelf in een studie geworpen aan de zeevaartschool voor navigatie en astronomie. Om goedgekeurd te worden voor toelating tot de waarnemeropleiding. En dat is gelukt. Ik was voor het vliegkamp Valkenburg niet de eerste vrouwelijke waarnemer. Maar ik was wel de eerste vrouwelijke tactische coördinator. En wat ik heb begrepen was dat...
ook wereldwijd. Daarna zijn vele vrouwen me gelukkig gevolgd, zeker in andere landen. Maar het was dus best een bijzonderheid dat Nederland eigenlijk dit had gedaan. Vrouwelijke vliegtuigmonteurs waren er dus ook, takko's, vliegers. En dat, ja, dus nu is dat heel normaal, maar ja, in het begin was dat een beetje vreemd. En ik denk dat dat wel een vooruitgang was, dat het gewoon gelijk werd gesteld. Midden jaren 70 kregen wij ook dames bij de verkeersleiding. Ik vond het eigenlijk wel een hele goede ontwikkeling. Dat het opengesteld werd voor vrouwen, ja, dat vond ik werkelijk fantastisch. Ineens gaat er daar zo'n wereld van mogelijkheden gaat open. Dat je denkt van, ja, maar wat die mannen kunnen, wil ik ook kunnen doen. Ja, voor mij was het vanzelfsprekend eigenlijk. Omdat het verschil van hoeveelheid zo groot was, vielen ze natuurlijk in de eerste instantie behoorlijk op. Het gedrag van de mannen die was ook heel wisselend eigenlijk. Dat, ja, als je daar niet mee om kon gaan, ja, dan kunnen ze toch wel rare bokkensprongen uithalen. Omdat je de eenling bent op een bepaald moment, is het ook wel eenzaam. Je hebt niet echt een peer waar je mee kunt praten. Van hoe is jouw ervaring, hoe is jouw ervaring? Maar uiteindelijk zag ik wel dat, dat de hulp echt ook kwam van mannelijke collega's. Ik noem mijn waarnemerklas alleen al. Dat was echt fantastisch. Ik heb nog steeds contact met ze. Dat was gewoon samen dat doel halen en in hetzelfde schuitje zitten. Dus daar merkte ik helemaal niet dat zij anders dachten over vrouwen op deze operationele functies. Maar nogmaals, ook wel tegenstand ervaren. En dat, ja, daar wist ik niet altijd mee om te gaan. We verlaten nu restricted area. En dan is hier het verbindingscentrum. Hey. Wat deed je bij dit luikje? Dan kwam daar iemand van het verbindingscentrum. En dan kon ik mijn crypto ophalen, om maar een voorbeeld te noemen. Je crypto? Ja, als we navigator communicator had je altijd vercijferingsmiddelen om je communicatie te kunnen vercijferen, te beveiligen eigenlijk. Ja. Maar jij kwam nooit voorbij deze deur? Nee. Was, zullen we dat nu wel eens doen? Ja, natuurlijk. Dus dit was waar jij nooit mocht komen? Nee, dit mocht ik niet. Dan stond ik in dat verboden toegang, geclassificeerde ruimte. Ja. En je hebt weer zo'n buizenpostding. Ja. Maar dus hier is dus niks uit. Nee, niet deze in ieder geval. Doe dat nog wel, maar kennelijk hebben we hem ergens anders heen gestuurd. Ja. Nou, dan gaan we even zoeken. Ja. Oh, nog weer een ruimte, geen toegang. Kijk, altijd leuk. Ja. Daar zijn ze. Of nee, we kunnen hem niet terugsturen, of wel? Ja, die met die dokter ook wel, denk ik. Ja. Eens proberen. Daar hou jij hem eronder? Ja, hij is weg. Blijft hij hangen. Ik vond het werk super spannend. En als we eenmaal een onderzeeboot hadden, contact hadden daarop, dan was het heel super spannend. En daar deed je er alles aan om dat contact vast te houden. Zodat je het niet kwijtraakt. Want dan wist je, dan moeten we nog weer helemaal opnieuw gaan zoeken. Dus dat maakte het heel spannend. Ja, en het was wel, Ik vind het nog moeilijk te herinneren, maar het was wel in een setting van Rusland-Amerika, waarbij je ergens vaag wel wist van ja, het kan erop aankomen. Ja, als die ineens gek gaan doen en er gebeurt wat met die wapenrace, ja, dan kan het zomaar zijn dat je wordt ingezet op die onderzeeboot die je nu aan het volgen bent. We hebben heel vaak onderzeeboten gevonden. Vaker nog dat we ze niet vonden. Maar uiteindelijk wisten we toch heel nauwkeurig waar de Russische onderzeeboten zich bevonden. Er ging altijd wel een gevoel van euforie door het vliegtuig heen als we echt zeker wisten, ja, er vaart er weer één en we zorgen dat we hem bijhouden tot einde missie. Mijn eerste vlucht als tactische coördinator, toen mocht ik solo gaan vliegen op een Russische onderzeeboot ten westen van Schotland. En daar bleek later, gelukkig wist ik dat niet van tevoren, bleek echt de befaamde
onderzeebootkapitein van de Russen aan boord te zijn. Die heel bedreven was in contact kwijtraken op de zoneboeien, zodat wij hem niet meer konden vinden. En daarbij maakte hij inderdaad gebruik van het onderwaterlandschap. Want je hebt de dieptes, maar je hebt ook de oceanografische condities. Er zitten verschillende lagen en soms buigt dat geluid af. En hij maakte echt heel slim gebruik van dat soort fenomenen. Daar was mijn eerste solovluchten op. Ik kwam aan en ik weet nog, ik heb echt op het puntje van mijn stoel gezeten. Want de Engelsen hadden het contact, die gaven het aan mij over. En die riep al over de radio van, de bereiken is echt minimaal. En ik begon al te beven van, ik weet niet of ik zoveel zoneboeien heb. En dan moet je wat, want je moet 5 uur on station blijven. En dan hoop je het contact vast te houden, zodat je het weer kunt overgeven aan de aflosser. En dat was opnieuw een Engelsman. Nou, we hebben die 5 uur volbracht. Je wil niet weten hoe, maar ik moest heel die personenboeien als een soort van rij heel ver daarvoor gooien, voor die onderzeeboot. En dan maar hopen dat hij daar weer invoer. En dan had je even contact. Ja, dat ging een hele tijd goed. Was super spannend, want je had ook periodes dat je niets hoorde van die onderzeeboot. En dan tot de laatste rij. En dat was echt zeg een uur voordat we de aflosser hadden. Hadden we netjes een rij gelegd, zat een visserspootje. En jawel hoor, er geen onderzeeboot meer op die boeien. Mijn team achterin, zeker de mensen van de zoneboeien, die zeiden van, die werden heel onrustig. En uiteindelijk hebben die het hele gebeuren gered. Want die hebben dat geluidje opgepakt op één van de uiterste boeien, waarbij je kon zien dat de onderzeeboot, die was gewoon rechtsaf gegaan. Die zou nooit meer door die boeierijen komen. Ik dacht, no guts, no glory. Ik weet waar je naartoe bent gegaan. En ik bereken je snelheid die je had. En dan gooi ik daar nog een zoneboei. En dat was één zoneboei. In de hoop voor de aflosser dat daar de onderzeeboot op zou komen. En dan hadden ze weer contact. En tot mijn grote verrassing maakt die onderzeeboot vaart een heel rondje zo om die zoneboeien. Dus hij had hem gehoord. En ik denk dat ze heel goed op de hoogte waren van hoe ons schema eruit zag, wanneer er weer een aflosser kwam. Mogelijk konden ze ook je radio's afluisteren. En ik kon echt mijn geluk niet geloven dat hij dat deed. Dus ik heb het als een soort van handshake gezien van dat kat-en-muisspel. Van deze is voor jou. Gefeliciteerd, zoiets. Maar dat was echt heel erg leuk. En toen kwam ik terug op het vliegkamp, want het was mijn eerste solovlucht. En toen kwam ik achter dat eigenlijk het hele vliegkamp in spanning had gezeten. Van, gaat het lukken? Gaat zij hier dat contact weer overdragen aan de volgende? Heel veel belangstelling. En ik weet zeker dat het voor mijn loopbaan eigenlijk, als tactisch coördinator, ook bepalend is geweest van hoe men naar mij keek, van zie je wel, ze kan het. Hier kwam ik dus bij wat eerder de Operational Flight Trainer was. Kijk. Ja, de Flight Simulator. Kan je die beschrijven? Hier stond een hele grote... Ja, het was eigenlijk een hele grote, bijna vierkante doos. En dat kon alle kanten op bewegen. En dan had je daarin, was een cockpit helemaal nagebouwd. En het was echt alsof je echt vloog. Ja. Met slecht weer, alle beelden erbij. Alle bewegingen ook. Ja, bewegingen. En het plateau waar die op stond? Ja. Wanneer je die trainer gebruikte, dan kwam je hier door deze loopbrug. En jij hebt ook ingevlogen? Ja, ik heb er een keer in mogen vliegen. En hoe was dat? Hoe ging dat? Oh, ja, het vliegen aan zich ging goed, maar het landen niet. Vertel. Ik crashte. Ik mocht hier landen op Valkenburg. En het laatste momentje ging er mis. Dus, je bent gewoon hier op Valkenburg gecrashed? Ik ben op Valkenburg gecrashed. In de simulator. Ja. Ja. Hier zat heel veel kennis over onderzeebootbestrijding.
En wat ik nu vrees, zeker met de modernisatie is het er niet makkelijker op geworden, is dat je een ontwikkeling ziet dat er steeds weer meer overgegaan wordt op onderzeeboten. En wij hebben die kennis nu niet meer. We lopen nu achteraan. En dat is jammer, dat had niet gehoeven. Die onderzeeboten zijn echt weer in opmars. En nog stiller, nog sneller, nog groter wellicht. En dat is echt een gevaar wat je niet kan zien. En misschien is dat ook wel waarom we het loodje hebben gelegd. Hè? Die dreiging om de zeebootbestrijding werd toegezegd. Koude oorlog is over. Rusland is onze vriend. We hebben de onderzeebootbestrijding niet meer nodig. Maar ook dat het helemaal niet zichtbaar is voor mensen die hier in de omgeving wonen. Nou, zo'n onderzeeboot zien ze niet. En wij, als het goed is ook niet, maar wij kunnen ze wel horen en vinden en volgen. Als ik nu terug ben, zoals vandaag terug ben, ja, dan gaan er weer laadjes open van dat en dat. Ja, het haalt herinneringen op die ik alweer een beetje kwijt was, om het zo te zeggen. Ja, en er komen steeds meer herinneringen boven. Dus het maakt ook wel weer wat los. Ook qua emotie, dat ik denk van, wat jammer dat het weg is. Wat het vliegveld mij heeft gegeven, dat ik het besef had van, ja, we zitten hier zeker in het vliegtuig als team. Daar moeten we het met z'n allen doen, want ik kan het niet alleen. Ik betekent helemaal niets alleen. En daarnaast, ja, wij gaan niet vliegen als de technische dienst er niet is. Dus we hadden ook echt die afhankelijkheid, maar ook die samenwerking daarin om het gewoon als een geolied apparaat neer te zetten. Dat is wel wat ik hier heb geleerd. Vond ik echt heel mooi. Ja. Je kan er niet alleen. Voor sommige onderzeeërs die te diep in de zee zaten, had je dus niks aan een torpedo of een dieptebom. En daardoor werd een atoombom gebruikt om die onderzeeër toch te kunnen vernietigen. Je weet dat je daarvoor bent opgeleid, dat je daarvoor ook in het vliegtuig zit en dat je daarvoor op dat moment op aarde bent. Maar tegelijkertijd gaat er ook wel iets door je heen van, het gaat toch niet echt gebeuren. Waarvoor zit je op het puntje van je stoel? Voor dat gewetenstukje ook, maar zeker ook omdat je zeker wil weten dat er geen vriendschappelijke onderzeeboten in de buurt zijn. Wij vrouwen zouden de wereld wel veranderen in vrede. Achter die deur lag dan de oefende atoombom. Wij hebben gewoon gedacht van we moeten daar iets doen of ze nu wel of niet liggen. Alle kernbewapening de wereld uit. En het eerst uit Valkenburg. Eerst uit Valkenburg.